We werken met z'n allen keihard om brood op de plank te krijgen. Maar daar krijgen we niet altijd evenveel waardering voor. Daarom brengt dichter Reinier Dichtwater van der Veer een poëtische ode aan de hardwerkende medemens. Vandaag gaat hij langs bij de truckchauffeurs. Bij het gedicht voor de truckers heb ik gedacht aan het feit dat zij een essentiële schakel in onze goederenstroom zijn. En zonder hun ligt het hele land op zijn gat. Hey, goedenavond. Hoi. Laura, welkom in het truckerscafé. Dankjewel, ik kom voor de ode. Kom je voor de ode? Nou, wat gezellig. Jongens, er komt iemand voor een ode aan jullie te brengen. Dus als jullie even bij elkaar willen gaan zitten, dan kunnen we eventjes kijken wat die meneer kon brengen. Wie kent het ronken van de motor en het gesis van de pedalen? Wie rijdt er dagen opeenvolgend over bergen en door dalen? Wie maakt er zijn uren op het uitgestrekte asfalt? Wie gaat er 1000 kilometers? Wie rijdt er door wanneer de nacht valt? Dat zijn de truckers, dat zijn jullie, heer en meester op de weg. Jullie leveren de vracht af, daar waar jullie is gezegd. Zonder jullie is er chaos, het is bijna niet eens te behappen. Geen benzine bij de pomp meer, geen etenswaren in de schappen. Vandaar dat dit een ode is aan jullie en een oproep aan de automobilist. Als je je ergert onderweg aan een truck die jou te langzaam rijdt, bedenk dan wat je zonder truckers niet hebt, wat je mist. En besef dat alles wat er op je bord ligt, alles wat er in je kast hangt, daardoor iemand is gebracht. Het is daar dankzij de trucker die laat vervoert en lost de vracht. Dus bij deze wil ik jullie danken. Voor al jullie lange dagen, voor jullie nachten weg van thuis, zonder familie, in de wagen. Bedankt voor jullie offers, voor het rijden van de truck. Zonder jullie zijn we stuurloos, jullie zijn onmisbaar, stuk voor stuk. Als wij niks doen, krijgt niemand wat te eten, er gebeurt niks, alles staat stil. Ja, dat zijn allemaal woorden met kernen van waarheden. En dat is gewoon echt heel bijzonder. En dat snappen heel veel mensen inderdaad niet. Allebei weg, maandags morgens weg, vrijdags weer thuis. En de vrouwen redden thuis. Laat de mensen leren luisteren naar de gedichten en zien dat het werkelijkheid is. We zijn altijd onderweg om te zorgen dat de winkels vol liggen. Onder andere. En dat vergeten er een heleboel als je weer van de weg af willen snijden. Omdat je even te langzaam optrekt.